Wij zijn multicultureel. Ja, la sana, Martina, diaspora. Professioneel en informatief. Ook op social media actief. The Power Station 96.3 FM. Radio SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. De Koffie Praat. Het actualiteitenprogramma met gasten, interviews en achtergronden op onder andere politiek en sociaal-maatschappelijk gebied. Telkens van 8 tot 9 uur 's morgens via de SRS, de Koffiepraat. Voor reacties belt u met 94.000. U kunt ook de Facebookpage van SRS bezoeken. Tussen 8 en 9 via SRS, de Koffiepraat. Goedemorgen, het is woensdag 19 januari 2022. Lloyd Groenhout is mijn naam. En ik heet u welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Tot 9 uur vandaag via Radio SRS Suriname. Hopelijk hebt u een hele goede nachtrust achter de rug. Heeft wat geregend, hè? Je was liever in je warm nestje blijven liggen vanmorgen. Maar ja, Auroko Ekari, dus we moeten weer aan het werk. Om natuurlijk hard te werken aan de opbouw van ons geliefd Suriname. Ashwin Harpaal die doet vandaag de techniek. En ook u mag vandaag een bijdrage leveren. Want wij gaan wederom behandelen de sociale determinanten. En natuurlijk wat betreft het onderwijs, daar gaan wij dus vandaag aandacht aan besteden. Ik verwacht straks ook hier de heer Ivan Fernand. En intussen is de heer Govin Panchu gearriveerd. De health educator die ons vandaag dus wederom zal bijstaan wat dat onderdeel betreft. Maar laten we beginnen met de COVID-cijfers. Want die blijven verontrustend, man. In 18 dagen tijd zijn er reeds 32 COVID-doden te betreuren. Gisteren zijn 5 mensen overleden aan deze zeer besmettelijke ziekte. In het Slans Hospitaal zijn 2 patiënten overleden. 2 in het regionaal ziekenhuis Wanica. En 1 persoon heeft het leven gelaten in het Mungra Medisch Centrum. In totaal zijn 1221 personen gestorven in Suriname aan COVID-19. Gisteren zijn 1351 personen positief getest op het coronavirus. Er zijn 2950 swabs afgenomen, waarvan 1599 negatief zijn. En nog nooit zijn zoveel mensen op één dag getest. Nou, van de geteste mensen is 45,8% positief. En deze maand zijn 14.187 personen positief getest op het coronavirus. Op de intensive care units zijn 12 zieken opgenomen. In de zorginstellingen zijn 78 COVID-patiënten opgenomen. 20 personen die volledig gevaccineerd zijn, zijn opgenomen in het ziekenhuis. En de status van 45 is niet bekend. Nou, daar hebt u ook een beeld hoe het zit met de COVID-situatie in ons land. Houdt u de Mohana-maatregelen nog steeds? Ja, ook het parlement, hè? Zijn er wat besmettingen? Vergaderingen die dus zijn verschoven vanwege de besmettingen in het parlement.
En gisteren kreeg ik ook verontrustend bericht dat er ook wat besmettingen plaatsvinden op de scholen, man. Dus we moeten dat weer even checken. Misschien dat we later in het nieuws hierop terugkomen. Om toch wel te weten hoe de situatie er precies uitziet voor wat de scholen betreft. Meneer Pantjo, goedemorgen. Fijn dat u er bent in deze aflevering van de Koffiepraat, wederom. We verwachten straks ook de heer Fernand. Maar laten we met u beginnen. Hoe kijkt u er zelf naar, al deze COVID-cijfers, de hele COVID-situatie in ons land? Ja, zeer verantwoordelijk. Ik zit ook in de gezondheidszorg. Mm-hmm. En als health educator natuurlijk. Ja. En ja, collega's onderling, health educators, we praten er dagelijks over. Mm-hmm. En doen analyses ook natuurlijk, want het houdt ons allemaal bezig. Mm-hmm. We volgen de trend en het is verontrustend. We zijn daardoor gewaarschuwd door meneer Assin. Mm-hmm. Dat was sinds vorig jaar. Sommige mensen vonden dat niet echt relevant. Maar ja, het is allemaal waarheid geworden. Helaas, ze zijn hele hoge cijfers, hoger dan eerder. Mm-hmm. En we moeten allemaal heel voorzichtig zijn. Het enige wat je nu nog kan helpen zijn de vaccins. En Mohana-regels, mondkap op, handen wassen, ontsmetten, afstand houden. Dat moet heel, heel nauwkeurig worden nageleefd. Dat is het enige wat ons nog kan helpen. Ja, dominant in Suriname is op dit moment de Omicron variant hebben we begrepen. Maar hoe komt het? Wat is uw indicatie zelf voor al die besmettingen zo? Is het nonchalantheid van mensen? Houden mensen zich gewoon niet meer aan de regels? Wat is er aan de hand, denkt u? Nou, ik heb toch wel het gevoel dat er een veel nonchalant zo was, altijd al. Mm-hmm. Maar mensen moeten nog voorzichtiger gaan worden, want die Omicron variant die heeft eigenlijk als eigenschap dat die veel besmettelijker is dan de vorige varianten. Vandaar dat je zoveel besmettingen hebt. Mm-hmm. Je hebt misschien relatief minder ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld ICU. Mm-hmm. En dat komt omdat het misschien ietsje minder verloopt. Maar als je eenmaal besmet bent en ziek thuis zit en al die verlies aan werkdagen. Ik begrijp dat een heleboel werkgevers met hun handen in hun haar zitten. Afdelingen worden gesloten en dergelijke. Dus het heeft van zo'n grote impact op de gezondheid van de mensen. En dat is dan ook een sociale determinant van gezondheid, alsjeblieft. Ja, ja. Dus om terug te blikken. Dus het houdt ons allemaal bezig en het heeft zo'n impact op de samenleving. Dus ik wil gewoon ieder heel erg oproepen van wees voorzichtig, mensen. Het is zo gebeurd dat je besmet raakt, omdat het zo besmettelijk is, deze variant. Ja, we praten over de sociale determinanten. Misschien dat u onze mind weer even kan verfrissen. Ja. Wat dat nou allemaal precies zijn. En dan mogen de luisteraars natuurlijk ook bellen. Hebt u vragen, hebt u opmerkingen? Is het nog wat onduidelijk voor u wat die sociale determinanten precies inhouden? Hebt u concrete vragen? Dan mag u alvast bellen hoor. 490-3x0. We gaan vandaag u ook zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen. Vandaag behandelen we eigenlijk het onderwijs en de sociale determinanten in de gezondheid. We hebben de heer COVID Pantjo, health educator, op bezoek. En straks verwachten ook de heer Ivan Fernand. Ook onderwijsdeskundige. Hij zal ons straks corrigeren als dat niet zo is. Maar in elk geval heeft hij wat dat betreft heel veel te vertellen. We gaan naar de heer Pantjo. Ja, kijk, sociale determinanten zijn eigenlijk alle sociale zaken die ons vanaf de geboorte beïnvloeden, onze woon- en werkomstandigheden. Yeah. Overal waar je te maken hebt, heb je dus sociale invloeden. Mm-hmm. En dat kan een schaal van dingen zijn. In de vorige programma's hebben we gesproken bijvoorbeeld over belastingen. Deze week gaat het over onderwijs, volgende week hebben we weer ander onderwerp. Al deze zaken hebben invloed op onze gezondheid, zonder dat je erbij stilstaat. Mm-hmm. Maar ja, natuurlijk, de gezondheidswerkers weten het, maar het gros van de mensen weet het natuurlijk niet. En zo ook, zoals we daarnet hebben aangehaald, COVID ook heeft ontzettend veel. Die direct natuurlijk dat invloed dat je dus ziek kan worden. Maar ook dat het totale beeld binnen het land, ons land. Dat je dan zoveel besmettingen hebt en al die impact, dat economische impact, dat mensen niet kunnen gaan werken enzovoorts. En dat werkgevers minder mensen. Dus dat heeft allemaal invloed. Ja.
490-3x0, bel en stel uw vraag met betrekking tot de sociale determinanten. Hebt u ook een opmerking te maken? Hebt u de afleveringen de afgelopen dagen gevolgd? En was iets onduidelijk voor u? Dan mag u natuurlijk inbellen op 490-3x0, uw vraag stellen. We zijn natuurlijk ook op dit moment live via 20.4, kanaal 20.4. En u mag natuurlijk ook een app sturen op 83x9109. Wat is het belang van deze zaken? Is het zo dus dat het ook voor de regering van belang is om hier ter degen rekening mee te houden? Ja, natuurlijk. Kijk, gezondheidszorg. Voor het gros is het dan, komt het erop neer van poliebezoek. Mm-hmm. Dat je naar de arts gaat, dat je misschien wordt verwezen naar het ziekenhuis. Maar gezondheidszorg is veel en veel breder dan dat. Mm-hmm. Toch? Alles wat invloed kan hebben op je gezondheid, en in dit geval bijvoorbeeld dus de sociale determinanten, dat is belangrijk voor de mensen. Je wil gelukkig leven, je wil goed eten, je wil bewegen, want mm-hmm. dat is een bottleneck in Suriname, merk ik. Omdat je gezond wil zijn, lichamelijk en geestelijk. We gaan volgende maand over mental health praten. Dus dat is voor de mens belangrijk. En al deze zaken, je wilt als regering een gezonde bevolking hebben. Dus de regering zal sowieso rekening moeten houden met de sociale determinanten. Een goede sanitair, een goede infrastructuur. Heeft allemaal invloed, want ik kan me voorstellen als je elke dag over een slechte weg moet rijden, mm-hmm. van werk naar huis, dat een heleboel stress gaat opwekken. En dat is ook een sociale determinant. Ja, dus we weten hoeveel stress er is met die economische crisis en met die COVID erbij. Yeah. En dat heeft allemaal invloed op je gezondheid. Ja, en het onderwijs, waarover we dus deze week hebben? Zeker, het onderwijs is zelfs een heel speciaal sociale determinant. Vind ik zelf persoonlijk. Ja. Omdat in het onderwijs kan je ook mensen. En het onderwijs is om mensen te onderwijzen. Mm-hmm. Educatie, dat is wat wij hebben gedaan. En daar kan je mensen dus goed leren hoe je verstandig moet omgaan met gezondheid. In het onderwijs wordt bijvoorbeeld nu al over 5 kleuren maaltijd gesproken. Mm-hmm. Van mensen eet gezond. En dat is wel het verschil in Suriname. Hè? Mensen denken je moet goed eten, dus je moet een volle portie hebben. Maar goed eten wil niet zeggen, dat wil zeggen, niet zeggen veel eten. Mm-hmm. Goed eten wil juist zeggen van je moet gezond eten. Yeah. Je moet alle voedingsmiddelen in evenwicht hebben. Dus dat zijn allemaal zaken die we ook naar de bevolking toe moeten brengen. Van jongens, niet goed eten. En niet als je een buurbeukje hebt, dan ben je gezond. Maar als je genoeg beweegt en als je je lekker in je vel voelt, als het ware, dan ben je eigenlijk. Want gelukkig zijn, en we hadden het net over stress, dat draagt bij aan je gezondheid. Mm-hmm. En dat wordt volgens mij te weinig belicht. Ja, nou, heel interessant onderwerp overigens, dat van onderwijs. We hebben minister Marie Levens gehad. Ik heb nog een quote van haar, die wij vandaag ook even weer gaan uitzenden. Want er is heel veel reactie binnengekomen op dus het interview dat mevrouw Dijkstil had, Cheryl Dijkstil had, met minister Marie Levens van Onderwijs. Die goed heeft uitgelegd. Wat eigenlijk neerkomt op dus, de sociale determinanten in de gezondheidszorg en wat betreft dus het onderwijs. We gaan even luisteren naar minister Levens. Het onderwijssysteem staat midden in die samenleving en is dus deel van een veel groter systeem. Dat betekent dat de kinderen, als ze op school komen, komen ze uit een ander systeem. Maar ze nemen alles wat in dat systeem zich afspeelt, nemen ze mee naar school. En dat doen de leerkrachten ook. Dus de school is een mooie melting pot van verschillende soorten opvattingen en verschillende soorten culturen. En het is niet altijd even makkelijk om, als het gaat om gezondheid, te praten vanuit die verschillende culturen die we op school hebben. Een van de dingen bijvoorbeeld is eetgewoontes. Wat thuis een gewoonte is,
wordt meegenomen naar school. En je krijgt dus hele discussies op dat schoolerf over wat eet jij? Mag je dat wel eten? Weet je, dus de hele discussies vinden plaats op school tussen kinderen onderling. Vooral als je ze vrij laat in hun discussies. Dan haal je de mooiste verhalen uit die discussies over wat moet je wel eten en wat mag je wel eten. En waarom eet je dit? Zo heb je discussies over kinderen die een leeg brood eten. En je hebt discussies over kinderen die een goed belegd broodje eten. En die discussies hoor je op het schoolerf. En je weet bij voorbaat dat kinderen beginnen te beseffen dat sommige kinderen het thuis moeilijk hebben met eten. En dan krijg je die hele discussie over gezondheid, toch? Niet dat ze het uitgebreid aan elkaar kunnen vertellen, maar ze voelen wel aan. En als ze thuis komen, heb je die gesprekken thuis. Snap je? Van die had geen beleg op zijn brood, of die had niks op zijn brood, of die eet elke dag gewoon een beetje pindakaas. En meer niet, terwijl pindakaas heel gezond is, overigens. Nutrition betreft. Maar de andere dingen met betrekking tot vaccinatie, dat zijn ook hele discussies die kinderen voeren op school. Een kind bijvoorbeeld, die kleintjes, die krijgen gewoon een snotneusje, ze hebben gewoon een griep. Ze worden toch getest. En dan blijkt dat het kind geen COVID heeft, maar gewoon griep. Maar omdat het niet goed tot ze doordringt of niet goed aan ze verteld is, denken ze dat ze COVID hebben en ze denken, COVID betekent ik ga dood. En zo heb je verschillende kinderen die dus s'avonds bang worden, omdat ze, hoe noem je dat, geloven dat ze dood zullen gaan en niet meer in hun eigen hoekje willen slapen of in hun eigen bed, maar dicht bij die ouders. En die verhalen hoor ik zo af en toe van ouders, dat die kinderen echt bang zijn voor een eenvoudig griepje, omdat ze denken dat het COVID is en omdat ze denken dat ze doodgaan. Dus wat dat betreft hebben wij als onderwijs nog een heleboel werk te doen om deze vrees waarmee kinderen leven. Gelukkig niet alle kinderen hoor, want die ouders doen hun uiterste best om ze wel uit te leggen dat het anders ligt. Maar het is niet eenvoudig om dat uit het hoofd van een kind te praten. Omdat er toch wel een heleboel mensen om hun heen overlijden. Is het niet makkelijk om uit te leggen van dat geldt niet voor jou. Snap je? Dat is niet zo eenvoudig. Dus ja, ik weet het niet. Er is veel werk om kinderen erbij te betrekken. En tegelijkertijd zich veilig te laten voelen. Want niet veilig voelen maakt een kind onzeker en het maakt een kind een beetje bang. En dat heeft ook wel weer invloed op het leren op school. Ja, dat was minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Meneer Pantjoe, een zeer mooie uitleg. Het kan niet beter dan wat ze allemaal gezegd heeft. Over dus, onder andere die discussies ook die op de schoolterreinen plaatsvinden. Die kinderen die allemaal praten over wat ze eigenlijk thuis ook meemaken. Precies, dus dat is wel zo. Mm-hmm. Kijk, het is interessant om te zien, bijvoorbeeld, een heel klein voorbeeld over gezonde voeding, wat de kinderen leren op school. Vaak hebben heel wat ouders dat nooit geleerd. Mm-hmm. En de kinderen komen thuis en vertellen mama en papa over gezonde voeding. Yeah. En dat is toch ook heel mooi, want dan krijg je dan, ook van een kind kan je leren. Veel mensen snappen dat soms niet. Mm-hmm. En het kind legt mama en papa uit, maar ik heb op school geleerd, mama, dat we veel meer groenten moeten eten. En dat we elke dag groenten moeten eten enzovoorts. Want dat gebeurt niet altijd, dat weet ik. Ja. Toch? En misschien niet zoveel rijst. Toch? Dus dat is altijd heel mooi. Dus wat er op school, de kinderen praten onderling. Er is een soort gemeenschappelijke intelligentie, mag ik het zo noemen. Mm-hmm. En dat wordt dan ook doorgezeind naar school. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld petflessen verzamelen. Ja. Dat werd een tijdje lang goed gedaan op school. Mm-hmm. Weet je, de onderwijzers leren de kinderen van
Nee, we gaan die petflessen apart zetten, want die kunnen worden gerecycled. De kinderen nemen die kennis mee en brengen dat naar huis. Van, nee, mama, papa, we gaan die petflessen recyclen. Mag ik het meenemen naar school, want daar verzamelen ze. Dus dat is weer een stukje bewustzijn dat de kinderen kunnen meenemen naar school. En dat zouden wij ook als health educators willen doen. Want laten we op de scholen participeren en ze ook dat health aspect aanleren. En de bedoeling is dat ze dat ook meenemen. Vinden die discussies ook plaats om die health educators ook op te nemen binnen het onderwijsproces? Dus op dit moment zijn die discussies. En ik heb van de minister begrepen dat ze dat ook heel graag wil. Van minister Levens en ondertussen ook van minister van Volksgezondheid. We zijn al bezig met gesprekken. En ze worden al ingezet, hoor, dus laten we het even goed zeggen. Okay. Alle health educators, kijk, ze zijn allemaal afgestudeerd. Mm-hmm. En ze zitten in alle sectoren van de gezondheidszorg en alle zieke instellingen en alle andere instellingen gerelateerd aan de gezondheidszorg. En ook daarbuiten in het bedrijfsleven. Ik zit bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Ja. Dus ze leveren overal hun bijdrage. Mm-hmm. En dat is volgens mij heel goed, want dat netwerk is dan heel breed. En ze breiden dan de kennis uit, toch? Ja. Overal waar ze terechtkomen. Ja, ik weet vroeger, ik weet niet of het nog zo is hoor. Ik moet dat even natrekken, maar vindt dat van die moestuinen nog plaats? Weet je, dat is van, nee. Als je bent in het onderwijs, je hebt in het onderwijs gezeten. Vindt dat nog plaats? Dat was ook wel van belang, hè, dat kinderen op school al leren een moestuintje op precies te zetten. Hè? Het was zo'n mooi project. Ik heb het geluk gehad om een directeur op de lagere school te hebben wijlen, de heer Chandrika Prasad. Ja. En die was echt, volgens mij was hij echt een van de eerste. En nog erbij op Noord, weet je, op Noord doen ze die dingen juist niet. Ja. Gewoon een paar bedden maken en elke klas was verplicht om een uurtje elke dag de moestuin te onderhouden. En er was wat geoost gekregen. Elke kinder een bosje tuinblad mee naar huis enzovoort. Dus Het gaat niet om het oogsten en het gaat niet om het, maar het gaat om wat je die kinderen leert. Ja. Van werk met de aarde. De aarde geeft je voeding. Dus dat besef is eigenlijk onbetaalbaar. Want morgen, als dat kind al volwassenen is en werk en een gezin heeft, dan kan hij zelf ook een moestuintje aanhouden. Want dat heeft hij in de tijd ook geleerd. Op school. Toch? Ik heb het geleerd van mijn moeder, dus ik af en toe doe ik ook een kleine moestuintje. Dus je moet ergens moet je het leren, want als je het op YouTube gaat bekijken, ga je natuurlijk ook leren. En daarmee kan je kennis natuurlijk upgraden. Maar als je het zelf vanaf het begin als kind al hebt geleerd, dan is dat eigenlijk bijna onbetaalbaar. Ja. We hebben ook 's morgens wanneer ik daarbij Wilhelmina Straat vind ik het nog steeds zo prachtig om te zien. De kinderen dus die leren om te gaan met het verkeer. Precies. Dat is ook heel mooi, toch? Dus vanaf het begin, vanaf als kind leer je verkeersfatsoen, verkeersbewustzijn. Weet je, in de vijfde klas kreeg je, ik hoop dat dat nog steeds zo is, verkeersonderwijs. En dan worden er verkeersbrigadiertjes uitgekozen. Dus, en de kinderen zien ook van hoe ze die. Dus het gaat om het besef. En dat zou wat meer moeten plaatsvinden. De school is een ontzettend goed instrument om vanaf als kind iets aan te leren. En als je een grotere mate van verkeersbewustzijn, verkeersveiligheid kan aanleren, zouden we veel minder aanrijdingen hebben dan nu. Dus dat is allemaal heel goed als we deze dingen blijven implementeren en blijven uitbouwen eigenlijk zelfs. Ja. Wat is het belang van gemotiveerde leerkrachten binnen het onderwijs? Zo, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Want uiteindelijk is het die leerkracht die staat voor 20, 30 leerlingen. En die moet het overbrengen. En als die gedemotiveerd is, gaat die ook de demotivatie overbrengen aan die kinderen. Dat is logisch eigenlijk, toch? Ja. Ik sta vaker ook voor een groep. Niet voor kinderen vaak, maar voor volwassenen. Maar de houding van je trainer, van je coach en in dit geval van je leerkracht speelt is heel belangrijk. Want die ga je overbrengen naar de groep. Dus ik wil de leerkrachten vragen om. Want ook die worden met hun persoonlijke zaken. En vroeger weet ik nog dat mensen zeiden van ja, je moet je problemen buiten de schooldeur of buiten de schoolpoort houden. Maar
ook hier heeft een health educator gezegd, dat is niet zo makkelijk hoor. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, wanneer die leerkracht voor de klas staat en ook nog haar persoonlijk zijn of haar persoonlijke problemen heeft. Van moet gaan zo dadelijk, van moet denken, dit soort zijn dat die, dan weten we allemaal wat er gebeurt als je in een lafo. Ja, een collega van me heeft in een vorige programma gezegd, als we al onze problemen bij de poort laten, dan gaat de poortwachter dood. Want we laten alle problemen voor hem of haar. Ja. Dus ja, kijk, als mens, een mens is een integraal geheel. Mm. Hè? En lichamelijk kan je goed in elkaar zitten, maar geestelijk, hoe is dat? Je hebt twee kanten van een mens, toch? Mm. En dat is een integraal geheel. Ja. Dus je gaat altijd met je stress blijven leven. Maar ik heb het ook in een vorige programma gezegd van, laten we positief blijven. Want dat is toch wel belangrijk. Je wil je leven niet negatief leiden. Mm-hmm. Geweldig. We praten met de heer Kovind Pancho, Health Educator. En we zien arriveren onze vriend, de heer Ivan Fernald. Meneer Fernald, fijn dat u erbij bent. Ja, dankjewel. Fijn om u weer te zien, na een hele poos. Ik dacht dat u er al was. Met de introductie van uw boek, was dat nog? Ik was een maandje geleden. Een maandje terug, was het nog? Toen hebben we inderdaad gesproken over dat boek Moeizame opbouw en snelle afbraak, ja. Ja, ik heb u bij de aankondiging van het programma aangekondigd als onderwijsdeskundige. Heb ik het correct of moest het iets anders zijn? Ja, nou, ik weet niet in welke hoedanigheid. onderwijsdeskundige, dat is goed als natuurlijk wij een link leggen met onderwijs. Ja. Als we dus een link leggen met de sport, dan is het aan de hoedanigheid. Ja. Als we een link leggen met de politiek, dan snap je wel dat er maar één politieke partij is. Een aantal petten. Nou, geweldig om je vandaag hier te hebben. We praten over de sociale determinanten. Weet u wat dat zijn in gezondheidszorg? Nou, wat ik weet niet. Ik heb de inleiding niet gevolgd. Ik weet niet of ik eerder ben aangekondigd, maar ik heb aangegeven dat ik 3:55 zou zijn. Hè, voor die boodschap heb dat bericht heb ik gekregen. Ja, want dus, ik pleeg mee te houden aan afspraken. Nou, ik weet het niet in termen, maar wat ik als eerste bij mij opkomt, is dat er bepaalde leefstijl invloed kan hebben op je gezondheid. Mm-hmm. Ja. En dat is duidelijk. Van wat je eet, hoe je leeft, hoe je slaapt, de stress, of je beweegt. Uh-huh. Dus er zijn naar mijn oordeel een aantal determinanten die van invloed kunnen zijn op je welbevinden. En zeker op de, wat men wel eens noemt, de non-communicable diseases. Hè? Dus de niet overdraagbare aandoeningen. Ja. Zoals suikerziekte dat de kop komt opsteken. Hè? Hart- en vaatziekten. Die hebben allemaal ook, los van hun genetische kant, want je kunt natuurlijk wel in bepaalde families gevoeligheden hebben voor cholesterol of hoge bloeddruk, maar je kan ook invloed uitoefenen op je functioneren. Als je elke dag, laat me zeggen, als je heel, heel dik bent, dan ziet men een relatie tussen obesitas en natuurlijk je input, je eten. Uh-huh. Maar ook met suikerziekte bijvoorbeeld, ik dacht de twee. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat het van belang is dat we ons beseffen dat we zelf heel veel ook kunnen doen aan onze gezondheid. Klopt. Zonder dat u het weet, hebt u zelf ook ons onderwerp van de komende week al voor een groot gedeelte belicht. Oh. Mental health, maar eigenlijk heeft het alles mee te maken. De sociale determinanten en die doen we tak over onderwijs. Maar we hebben daarnet een quote gehad van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Die heeft dat mooi gezegd. Die gesprekken die onder andere plaatsvinden op het schoolterrein tussen de kinderen onderling. Van hoe zit het thuis? Hoe gaat het thuis met je? Eet je goed? Junawas Masa Injan, gewoon brood met niets. Of een broodje pindakaas, of een broodje kaaskande. Misschien anderen die het minder goed, minder breed hebben, die doen het misschien met gewoon een broodje boter of zo. Tegenwoordig botroserif kondiri nog. Dus een broodje kaal, om het zo te zeggen. Dus onderwijs is van essentieel belang, meneer Fernald. Ja, dus is, laat me het zeggen, breed. Mm-hmm. Het onderwijs geeft bouwstenen eigenlijk voor je welzijn en welvaart. Mm-hmm. En we zullen nou pinpointen op welzijn. Ja.
Dus sowieso is het zo dat je niet alleen maar gaat naar school om je klaar te maken om zeg maar een vak te leren. Maar je moet natuurlijk functioneren in die gemeenschap als mens, als burger, om daar een bijdrage te leveren. Dus in sociaal opzicht, niet alleen economisch opzicht, sociaal opzicht, in sociaal-economisch dus, maar ook in cultureel opzicht. Je moet dus kunnen participeren in de samenleving en daarvoor heb je tools nodig, onder andere kennis, vaardigheden, maar ook onderwijswerk dan een zeker beschavingsniveau. Ja. En dat is heel erg belangrijk om in de samenleving natuurlijk je weg te vinden. Beschavingsniveau, los van de vakkennis die je opdoet om op een waardige manier een levensonderhoud te voorzien. Maar onderwijs leert je namelijk ook, ik weet niet of je daar naartoe wil, hoe je het beste omgaat met jezelf en met anderen. En bij uitstek lijkt het me zo dat onderwijs het instrument is om je bewust te maken van health issues, gezondheid issues, healthy lifestyle. Ja. En dat van jongs af ook te stimuleren. Dus dat is bij uitstek het geval. En ik denk dat binnen het curriculum daar te degen rekening gehouden zal worden. Zeker in de nieuwe gedachte van minister Levens. Want die heeft natuurlijk een duidelijke conceptie. Daarop zou ik komen, ja. Die vernieuwingen binnen het onderwijs. Hoe u er tegenaan kijkt. Want ze heeft dus aangegeven dat we moeten af van de manier hoe er vroeger lesgegeven werd. Hè? Je gaat gewoon in de klas zitten. Je luistert naar de meester en that's it. Ja, maar er is al een lange tendens gaande dat dat niet zo verder kan. Ja. Maar laten we een aantal aanknopingspunten nemen. Kijk, het onderwijs. Als je kijkt naar En dan val ik terug op mijn boek, hoor. Ja. Het roer moet om, want daar heb ik het beschreven. Dan geef ik aan dus dat er een aantal parameters zijn om te kijken naar je onderwijs. Om te zeggen van luister, is het goed of is het niet goed? Een van de zaken is zonder meer de efficiëntie van het onderwijs. En dat is de doorstroming. Hè? Ja. Als je een bedrijf hebt, dan en ik heb 5 jaar als manager gezeten in een bedrijf. Dan heb je de input, je stopt er geld in, je stopt er mensen, mensmanschap in. En je hebt overheadkosten, je hebt een hoop dingen. En dan moet je output hebben. En de output moet zodanig zijn dat je investering en je kostenpot gerechtvaardigd is. Als je kijkt naar het onderwijs, dan zie je dat het een boven. Is het te koud voor u? Nee, het kan wel. Ja, misschien een beetje minder. Okay. Hij zit natuurlijk, ja. Als je kijkt naar je onderwijs, dan zie je dus dat, en dat is jaren zo geweest, dan zie je dat het aantal drop-outs, zittenblijvers, extreme vormen aannam. Ja. En dat is allemaal met cijfers en grafiek ook aangegeven in het boek. Het roer moet om. Dus één aspect is het doorstromen. Het tweede is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs. Want uiteindelijk wil je dat mensen die doorstromen met kennis en vaardigheden doorstromen en dat je dus doelen haalt. Dus niet doorstromen zonder meer? Nee, want uiteindelijk kom je in de samenleving. Hè? Ja, klopt. Uiteindelijk kom je in de samenleving. Ja. En dan moet je natuurlijk wel die skills hebben om je weg te vinden. In een vrij breed beroepenveld. Want, laat me zeggen, de belangrijkste ontwikkelingspotentieel, dat zijn toch mensen. En als die goed opgeleid zijn, creëren ze kansen, niet alleen voor zichzelf, maar voor de totale samenleving. Met hun creativiteit, out-of-the-box denken, nieuwe wegen inslaan. De rijke landen, dat zijn de landen die niet rijk geworden zijn omdat ze veel natuurlijke hulpbronnen hebben. Je hebt zelfs rijke landen die geen natuurlijke hulpbronnen hebben. Hè? Onder andere Japan, Korea.
Dus die hulpbronnen is meegenomen, want ik noem ze low hanging fruits. Je kunt ze snel aanwenden. Maar het belangrijkste is, hoe ga je je potentieel inzetten, dat je op een verstandige manier met je natuurlijke hulpbronnen aan de slag kan. En ik wijk uit, maar ik besluit hiermee. En de meest dominante factor is de kwaliteit van het bestuur. En daarmee bedoel ik dus politiek bestuur. Ja. Want die moet incentives geven dat je bedrijfsleven, de companies, firma's, activiteiten kunnen ontplooien, zodat we onze productiecapaciteit kunnen vergroten. En verdiencapaciteit kunnen vergroten. En dat we daardoor verdienen. En wel waarvaart. Maar even terug. Dus we hadden over de doorstroming. Ja. We hadden over de kwaliteit. En dat zijn een paar indicatoren om te zeggen van luister, het kan zo niet verder. En vandaar die vernieuwing. Maar die vernieuwing is gebaseerd op een bepaalde conceptie. Toch? Want je gaat niet zomaar vernieuwen. En er zijn twee essentiële vragen. Wat wil je met het land? Hoe moet het land Suriname eruit zien in voor mij 2050? Dus dat is een ontwikkelings... Van die lange termijn visie dus. Ja, het is een ontwikkelingsconceptie. Toch? Je kan ook zeggen van een maatschappijvisie. Hoe wil je dat je samenleving... En dan ga je keuzes moeten maken als je dat wil. En het tweede is de mens. Hoe willen we dat we met elkaar omgaan? Hoe willen wij dat we met elkaar omgaan? We kunnen niet alleen maar praten van... In 2050 willen we kenniseconomie zijn. En dan willen we leidinggevend zijn in de CARICOM. En we willen assertieve burgers hebben. Met een kritische inslag. En waarmee wat ondernemerschap. Als je dat niet exerceert in je curriculum, dan gaat het niet gebeuren. En er moet ook wat ik noem een opvoedingsideaal, een bewuste opvoedingsideaal zijn. We moeten ons echt afvragen, want we praten over de school, maar we moeten ook gaan praten over de gezinnen. Want het gezin is het eerste opvoedingsmilieu. Daarop zal ik inderdaad komen, ja. Want inderdaad, zoals je zegt, het gezin is onze eerste opvoedingsmilieu. We hebben het gehad over dat kindje met brood, met alleen boter of niks erop. Ook de gezinssituatie speelt een rol. En kinderen, we hebben het laatst in het programma ook over gehad. Alles wat daar gebeurt, ook tussen de ouders onderling, neemt dat kind ook mee. Ja, dus als je een assessment maakt van kleinste unit of van de samenleving en je kijkt naar gezinnen, dan hebben bepaalde gezinnen het heel erg moeilijk. Hè? En je kan geweldige intenties hebben als ouder. Maar als je één ouder bent, en helaas, als je kijkt, dan is het geen in Suriname, geen uitzondering, dat er één ouder gezinnen zijn. Ja. En sommige één ouder gezinnen, met name de moeder, die hebben op een voortreffelijke wijze hun kinderen opgevoed. Ja. Maar het is natuurlijk wel een setback als je er alleen voor staat. Zeker als je laag opgeleid bent, lage inkomensgroep. Je hebt het beste voor je kinderen, maar de thuissituatie is dus slecht. Is niet bevorderlijk. Dan zie je dus dat die kinderen het moeilijk hebben. Maar met een opvoedingsideaal, we komen later hierop terug. Ach, ja. Maar met een opvoedingsideaal bedoel ik, we moeten gewoon gaan zitten en moeten zeggen van luister, wat vinden we? Hebben we wel een opvoedingsideaal? Moeten we het niet over gaan praten? Kijk, vroeger toen ik een hele kleine jongen was, toen al zei mijn vader tegen mij, je moet een man worden in de maatschappij. En ik heb het ook gehoord, niet alleen bij mijn vader. Ik heb het ook gehoord bij vaders van andere kinderen. Je moet een man worden in de maatschappij. En man worden met de maatschappij bedoelde hij niet dat je flink moest opgroeien. En dat je er verder goed moest uitzien. Maar je moest iemand zijn. Je moet voor jezelf kunnen zorgen. En je moet voor je gezinssituatie kunnen zorgen. En je moet een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Toch? Je moet, we don't lie, we don't cheat, we don't steal. You got to be something. Je bent niets meer dan wie dan ook. Ongeacht die sociale status,
je vermogen. Of je nou rijk bent of arm. Of je nou geweldig geschoold bent of niet geschoold. Je bent niets meer dan een ander. Ja? Of daarom wachter, schoonmaakster, beleefd zijn enzovoort. Maar je bent ook niets minder. Dus het is van belang dat we gaan zitten van luister, wat is ons opvoedingsideaal? Toch? Moeten we bijvoorbeeld daar streven naar excellence? Dus of je nou een schoenmaker bent, probeer de beste schoenmaker te zijn. Toch? Als je landbouwer bent, doe je best. Als je wetenschapper bent, een verdienstelijke wetenschapper. Als je politieman bent, enzovoorts. Dus probeer het beste te zijn wat je kan zijn. Maar daar wordt niet over gesproken. En dan zeg ik dat de school nog een strohalm is, een rots in de branding, waarbij leerkrachten, ongeacht hun politieke kleur, allemaal een belangrijke taak hebben om gewoon die kinderen te zeggen van luister, dit is niet eerlijk. Dit is fout. Dit is oneerlijk. Dit is kwaad. Dit is goed. Dat ze de reflectie hebben. En niet dat... Want nu heb je ook kunstenaars hè, in de Surinaamse samenleving. Die veel op Facebook. Alles wat krom is, recht proberen te spreken. Maar bij het onderwijs, dan zie je dat je dus daar nog die socialiserende functie hebt. Ja. En dat morele, ethische zaken aan de orde komen. Mm-hmm. En ongeacht de politieke kleur. En dat is heel erg belangrijk, want we vergeten dat in de afgelopen jaren, met name de afgelopen 10 jaar, en dat is zo mooi vertolkt door in mijn boek, Moeizame opbouw en snelle afbraak, dan zien we, mijn conclusie is, en ik toon het ook aan met feiten, dat het niet alleen maar een financieel-economische crisis is. Maar ook sprake van een moreel-ethische crisis. Ja? Ja. En die financieel-economische crisis heeft schrijnende sociale gevolgen. Mm-hmm. En die schrijnende sociale gevolgen, die hebben ook invloed op kinderen en op schoolprestaties. Dus je staat er versteld van hoe moeilijk sommige gezinnen het hebben. Terwijl we nu een herstelprogramma aan het uitvoeren zijn, waarbij puur macro-economisch, dus als je echt als een macro-econoom naar kijkt, ik ben geen macro-econoom, maar je kunt natuurlijk wel kennis nemen, want dat heb ik gedaan. Ik heb goed research gepleegd. En ik zeg van, kijk, als je, laat me een heel concreet voorbeeld geven, zodat iedereen het begrijpt. Als je 5000, you, je verdient 5000 SRD Wamo. Maar je gaat banje en je leent elke maand 10.000 SRD. Ja, want je hebt een huis. Je hebt onroerend goed, dus de bank leent je geld. 10.000. Dat want takkie dat je 15.000 hebt. En die 15.000, daar ga je mee great leven. Je gaat consumeren. Ja? Met je vrouw, je kinderen, allemaal. Je gaat naar een of ander restaurant. Je gaat elk jaar naar Miami. Of waar ga jij naartoe? naar Miami. Hij zegt Orlando. Luister, als hij gaat naar Orlando. Toch? Ja, buy one new auto. 15.000. Oké, je bent gewend aan een bepaald bestedingspatroon. Je kinderen ook. Maar na 10 jaar ben je daar van luister, brada. Je hebt 10 jaar niet afgelost. Dus staan, hoe zit dat ook zo? Dus je hebt je kree. Ben je zei, oké, hoeveel verdien je? 5. Af en af mee. En dan moet je leven met de helft. Dat is 2500. Dus je zakt terug van 15.000 naar 2500. En dat is precies de situatie waarmee wij niet te kampen hebben. Door een verwoestend beleid van 2010-2020 zijn we beland in een situatie waarbij wij nu met minder, omdat we kunnen niet blijven lenen, want je valt terug, je kan niet meer lenen. Dus je moet, wat men zegt, je moet je uitgaven gaan rationaliseren. Dus je moet kijken, wat moet ik uitgeven? Toch echt noodzakelijk.
En Suma in viering. Die kinderen. Mm-hmm. En die kinderen in het volk. En de verschillende beroepsgroepen. Ja. Dan ga je zeggen van luister, pa je had me beloofd, je zou voor mijn verjaardag een groot feest geven. En het gaat niet door, je hebt geen geld, maar je koopt wel een fiets voor mijn broertje. Dan moet die vader uitleggen van, ja, dat feest niet gaat door, maar die fiets is nodig, want hij moet naar school en hij is 10 kilometer verder. Dus dan heb je die problemen in de samenleving. Maar wat heeft het te maken met het onderwijs? Want het zijn kinderen echt die met honger naar school gaan. Jij praat over net... Een broodje niks dan, zei je. Maar er zijn kinderen die met honger naar school gaan nog steeds. En ik ken leerkrachten. Kijk, ik kom uit onderwijs en ik ben directeur van het IMIO geweest. Dus ik heb op het middelbaar onderwijs nog veel contacten. Mm-hmm. Maar ik zit ook in het bestuur bij van het bijzonder onderwijs, hè? Ja. KBO, en dan heb ik natuurlijk wel contacten met leerkrachten. En ik zie die dingen. En er zijn leerkrachten die stelselmatig hongerige kinderen een klein beetje proberen te voeden. Als je kijkt naar, ik heb gelopen in gewone wijken bij de verkiezingen. En soms zie je, ik ben naar binnen gegaan. En dan zie je een tafel, misschien 2 stoelen. 8 kinderen daar, 2 kamers. Is men heeft het bijzonder moeilijk. En bij die schoolsluitingen, hallo my body. Maar ongewild neemt het verschil tussen de beter gesitueerde kinderen en de slechter gesitueerde kinderen thuis toe. Want kinderen die thuis zitten, airco, internet, tablet, wat nog meer? Mm-hmm. Kakom. Mm-hmm. Vader is leerkracht. Ja. Je kunt je kinderen helpen in Scorasoto. Maar die schoonmaakster die niet eens thuis is, die geen internet heeft, die nauwelijks eten thuis heeft. Of die mannen zijn thuis met zijn 10. Maar zijn maar 3 stoelen. Dus je hebt situaties waarbij het zelfs voor het kind, wel voor het kind onvriendelijk is. Maar het risico is om thuis te zijn. Dus dat spanning is beter op school dan thuis. Beter op school dan thuis. Dat heeft minister Levens ook uitgelegd, ja. Dat geldt voor een bepaalde categorie. Bepaalde, ja. Beter. Dus die hele pandemie en de schoolsluiting zorgt er zelfs voor dat de kansarmen de tol betalen. Dat die leerlingen niet leren. Dus je hebt dit jaar heb je kinderen in een klas van minimaal 3 niveaus. Je hebt de leerlingen die goed zijn doorgestroomd, omdat ze thuis aan de slag konden. Ja. Weet je? Papa ben je op de, mama ben je op de. Internet en goede milieu, stimulans. Want ik zei tegen mijn zoon vroeger, alas om met mijn jong. Als iemand een probleem had, dan kwam iemand met mij. Misschien deed ik het niet zoals die juffrouw dat doet, want over de strategie, hoe je het precies doet. Want staardeling is helemaal veranderd, ja, hè? Zoals meer, wij dat geleerd hebben. Maar alles wat met Mickey, daar gaan we aan toe. Dat allemaal gaan middelbare scholen, met Mick zal meteen. Ja, maar alles wat met Mickey, dat op een gegeven moment. VO 6, met daar maar in Afghanistan wiskunde, maar ja, want dat gaat niet. Maar neem nog even laaggeletterde of ongeletterde vrouw. Een heel eenvoudig ding. Kan ze niet uitleggen. Ze kan ook niet uitleggen zoiets wat stam plus T is. Heyward. Weet ze veel of Heyward met DT moet zijn of met D. Yeah. Jij kan je zoon of dochter vertellen. Dus je hebt een geweldig voordeel. Meteen wordt er teruggekoppeld. Dus je moet het niet onderschatten. En de uitdaging voor het onderwijs is om met die 3 of 4 niveaus aan de slag te gaan. Hoe gaat die juffrouw nu opdrachten formuleren en challenges, dat zijn uitdagingen geven aan leerlingen van 3 verschillende niveaus in de klas. Zonder dat ze de allerbeste leerlingen omlaag trekt. En zonder dat ze dus de allerslechtste kinderen aan hun lot overlaat. En dat is een geweldige uitdaging waar we niet lichtvaardig over moeten nadenken.
En er zijn leerkrachten die daartoe niet in staat zijn. We komen daarop, want inderdaad, Apistat moet ik zo meteen naar jou. Meneer Pantjo, er zijn bellers. Goed, we gaan even snel naar de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat je Fanka. Jovanka, alles goed met je? Jawel. Ja, fijn dat je er weer bij bent. Ja, sorry dat zeg het maar. Ik dag zo ben. Ja. Maar bepaalde onderwerpen zijn echt wel brandend voor Ja, ga je gang, Jovanka. Nou, ik wilde even inhaken op dat wat de heer Ferdinand zei over... Dat is de heer Fernald. Sorry. Ja, inderdaad. Je moet iets goeds worden in de maatschappij. Dat is... een leuze die ik elke dag ook thuis hoorde toen ik opgroeide. Mm-hmm. Maar om dat iets goeds te ontdekken, dat was eigenlijk de kunst. En ons onderwijssysteem, of althans toen ik op de basisschool zat, gaf me niet dat gevoel dat ik dat kon vinden, waarvan ik hou of waarin ik goed was. Mm-hmm. En als ik in principe keek naar mijn studieloopbaan, heb ik eigenlijk een hele omweg gemaakt om eindelijk te komen op de plek waar ik moet zijn. Ik ben van VWO naar HAVO gegaan, van HAVO naar ADEC, van ADEC naar EOL. En elke keer dacht ik van nee, dit is hem toch niet. Waar kan ik nou eigenlijk vinden wat ik precies wil doen? Want ons onderwijssysteem maakt eigenlijk keuze voor je of het is A of het is B of het is C. Mm-hmm. Maar je had eigenlijk niet... je eigen input om precies te kiezen of je eigen pakket eigenlijk te maken om eigenlijk dat te gaan ontwikkelen en dat verder te gaan gebruiken in de maatschappij. En een van de voorbeelden bijvoorbeeld vanaf de basisschool was ik helemaal niet goed in rekenen. Mm-hmm. Het was gewoon niet mijn ding. Ja. Wat ik ook deed. En natuurlijk, mijn moeder hielp me zoveel ze kon tot een bepaald niveau. En daarna was ik op mezelf. Mm-hmm. Ik kan me nog heugen dat een keertje ik zodanig beledigd werd, zelfs voor de klas, omdat ik de staardeling niet kon maken. Mm-hmm. En de juffrouw noemde me dom. Dus dat heeft me eigenlijk zodanig gebroken en tegelijkertijd ook gemotiveerd om dan gewoon extra mijn best te doen. Ik weet niet van waar ik dat vermogen had, maar opeens kon ik het wel. En ik ging toen naar de MULO-school en toen kwam ik weer op het VWO. En daar kreeg ik dan echt de diepgang van bedrijfseconomie, et cetera. En ik dacht, oh my gosh, nee, dit wordt hem gewoon niet. Maar uiteindelijk moet je dat doen omdat je verplicht bent. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heb ik natuurlijk mijn best gedaan. Maar ik was op zoek naar wat ik kon doen. En op de werkvloer heb ik dat eindelijk ontdekt. Ik had altijd affiniteit met organiseren. Ik kon heel goed communiceren met mensen van verschillende niveaus. En ik had eigenlijk dat voorrecht om in verschillende branches te werken. En daar zag ik van, het is eigenlijk waarvan ik hou. Dingen implementeren op de werkvloer. Ontdekken hoe systemen werken en hoe je het zo goed mogelijk kan overbrengen op het personeel. En ik ben gaan ontdekken dat HRM mijn passie was. En uiteindelijk, daar ik zelf kon werken en betalen voor mijn studie, moest ik dan betalen voor een buitenlandse studie die heel duur was natuurlijk. Maar ik zie het als een investering voor mijn toekomst. En daar heb ik eindelijk gevonden wat mijn passie, was. Na een heel lange weg dus. Een hele lange weg. Dus ik ben zo blij dat er diversiteit komt in ons onderwijssysteem. Uh-huh. Zodat mijn zoontje straks echt wel gericht kan kiezen. En iets goeds en dat iets kan vinden. Wat is die iets dat zou hij echt kunnen vinden als ons onderwijssysteem verscheiden is. Geweldig. Jovanka, heel hartelijk dank voor jouw bijdrage. Ja. En ik denk dus dat precies de bedoeling is van die vernieuwingen, hè, meneer Fernald. Bedankt, Jovanka, en een hele fijne dag, hè? Ja, dank je ook. Dank je wel, dank je wel. Ja. Dus ik dank. Mm-hmm. Kan ik hem afdoen? Ja. Mag ik af? Oké, ik bedank die mevrouw. Ja. De naam Jovanka. Jovanka. Mm-hmm. Voor de uiteenzetting die ze gegeven heeft en het beeld dat ze schetst. Hè? En dat is geen nieuw beeld. Helaas is het zo dat het eigenlijk stereotyp is.
Dus een van de belangrijke dingen is, wat is de belangstelling van leerlingen en waar liggen hun talenten? En dat het onderwijssysteem ook zodanig moet zijn dat het identificeert die talenten en de belangstelling en zoveel mogelijk probeert aan te bieden in de richting waar zo'n leerling zich thuis voelt, maar ook beschikt over de competenties. En dat is een lange weg, maar het inzicht is er nu. En ik weet dat minister Levens dus praat over Mulo C. Dus om ook te voorkomen dat mensen die Mulo A en B uitvallen, geen drop-outs worden, maar ook nog opgevangen kunnen worden als ze goed zijn in ICT. Daar willen ze mee beginnen. En de talen. De talen, ja. De uitdaging is natuurlijk dat je deze leerlingen ervoor moet zorgen dat je ze een relevante doorstroomtraject aanbiedt waar ze uiteindelijk emplooi vinden. Ja. Maar de gedachte is natuurlijk wel goed om veel meer aan te bieden dan dat kinderen uitvallen. Omdat ze niet naar A kunnen. Nee, A was de taal, het was iets anders. Mulo C was ICT, maatschappij en kunst, denk ik. Kunst en kunst. Cultuur kunst en zo. Ja. Mulo A was toch economie. Geen handelsrekenen, ik vergis me. Ja. Handelsrekenen is daar dus erg belangrijk, terwijl B was meer wiskunde. Wiskunde en natuur. Ja. Een ander aspect dat doorbroken moet worden is dat de status voor de technische opleidingen wordt vergroot. In het verleden hebben veel ouders de pas afgesneden voor kinderen die een geweldige talent hadden in de technische richting. Maar die moesten dokter worden. Je moest naar Mulo, je moest naar VWO, je moet S-pakket hebben, je moet dokter worden. Ja. Of je moet ingenieur worden, of weet ik allemaal niet. Terwijl zo'n kind geweldige interesse had in de beroepsrichting, in de technische richting. Hè? Ja. Maar als je die doorstroommogelijkheden zodanig maakt dat je vanuit het lage technisch onderwijs doorstroomt, dat je zelf de master kan halen, en dat is de gedachtegang nu, en zelfs in de toekomst een PhD, dus kan promoveren, dan krijg je automatisch dus meer status voor die richtingen. Ja. En als men ziet, mede als gevolg dus van de recente ontwikkelingen, offshore, olieindustrie, dat daar werkgelegenheid is, de werkgelegenheid die goed betaalt, dan ga je automatisch krijgen een shift van het administratieve naar de richting waarbij je meer verdient en waarbij je ook de gelegenheid krijgt om uiteindelijk hoog opgeleid uit te stromen. Dus dat is de uitdaging. Ja. Dus ik bedank die mevrouw dat ze dit fenomeen aankaart. We gaan naar de afronding. Ik vind het zo jammer dat ik het ding in loco nog maar terug. Maar goed, meneer Vernaald, u had het even gehad over dat van die leerkrachten, de uitdaging om zeker die drie categorieën die we nu op school hebben, die uitdaging die ze hebben om die alle drie toch nog op een bepaald een bepaalde hoogte te brengen of een bepaalde richting te brengen. Maar wat uitdaging ook toe van die leerkrachten die het ook al moeilijk hebben met hun persoonlijke situaties. We hebben 2 minuten nog. 2 minuten? Dus 2 minuten. Nou, ik heb gewezen op dit fenomeen. Want als je zegt, je wil de kwaliteit handhaven. Ja. Want het gaat niet alleen om de doorstroming. Dus het gaat om een ontwikkelingsconceptie. Ja. Op basis van de ontwikkelingsconceptie ga je onderwijs inrichten. Wat is je behoefte? Ja. Dus je curriculum aanpassen. En dan moet je rekening houden met 2 dingen. 1, wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? En de andere richting is, hoe moeten ze zich gedragen? Maar goed, dus je hebt je ontwikkelingsconceptie, dan moet je het onderwijs gaan inrichten. En dan moet je de manier, dat is een nieuw fenomeen, manier van lesgeven veranderen. Okay. En dat zijn de mooie didactische werkvormen, moet je gaan veranderen. Het moet boeiend worden. Want leerlingen mogen ons niet saai vinden, want ze vinden ons saai. Ja. Ze vinden die smartphone veel interessanter. Dus leerkrachten van nu zitten luisteren naar een leerkracht. Precies, je moet interactie. Maar leerkrachten van nu moeten leren ook de technologie, de digitale technologie gebruiken als educatie-instrument. Klinkt een beetje moeilijk, maar het omgaat is, kijk,
Een uitstekende leerkracht in een klassikaal systeem. Pracht van een leerkracht. Kinderen hangen aan zijn lippen, hij stelt vragen, hij geeft opdrachten. Hoeft niet per definitie automatisch een excellente leerkracht te zijn online. Online. Met digitale dingen. Dus digitale didactiek moet een vanzelfsprekend vak worden op de opleidingsinstituten. Goed, PI, maar ook op IOL en... Ik denk dat ik pak zo meteen mijn recorder, want het is belangrijk wat u daar zegt. Dat wordt pak morgen varen voor een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Ja. Graag tot morgen. Dag. Professioneel en informatief, ook op social media actief. De Power Station 96.3.